Ja, het heeft met impact te maken ook. Dat wat hij deed had veel impact. En het was en intelligent en grappig. Ik vind ook dat hij een comedian is die heel erg de verschillende zones dient. Het is slim, het heeft een hart, het is ook vuil. Het is ook sexy. Het heeft het allemaal. Veel comedians zijn heel anekdotisch. Die vertellen een anekdote, een verhaal. Het nadeel van een anekdote is dat iemand dan vertelt van goh, wat heb ik nou meegemaakt? En die gaat dan vertellen wat hij heeft meegemaakt. Maar omdat iemand het daar staat te vertellen, weet je al dat het goed is afgelopen. Anders zou iemand het daar niet staan te vertellen. En Richard Pryor die had de magische gave om je mee te nemen in dat verhaal. Omdat hij zo'n goede speler was. Dus hij kon je in dat verhaal trekken, in dat verhaal hypnotiseren. En dat, daardoor is het, onder andere daardoor is het zo goed. Bedenken?